allemaal, leuk je kijken naar een nieuwe vlog. Ik ga vanavond op springwedstrijd en ik heb vandaag al een lekker dagje school gehad. En zoals je kan zien is het echt winters weer. Het is helemaal aan het sneeuwen. En ik ben de coach nu alvast aan het klaarmaken en ik neem jullie gezellig mee. Ik dacht dus dat hij heel vies zou zijn. Maar hij is eigenlijk helemaal niet vies. Dus ik heb alleen even zijn benen afgespoten. En wat vlekjes. En zijn hoofdje aan deze kant. Die was wel een beetje vies. En de conditioner zit nu in zijn staart. Dus die ga ik nu zo uitspoelen. En dan ga ik hem even lekker onder het solarium zetten. En mijn spulletjes ook invetten. Want die heb ik nog al heel lang niet ingevet. En mijn bit wisselen. Hij had mijn logo vast. What the fuck? Why did you do that? Hij wil denk ik ook gewoon zo'n mooie jas. Maar dat is het voor nu even. Zoals jullie net konden zien was Kojak heel braaf met eronder zetten. En hij vindt achteruit altijd een beetje moeilijk om erin te gaan. Maar hij doet het wel altijd. En ik heb dus zijn staart helemaal gewassen. Die is zo wit geworden. Voor zijn doen, want hij heeft best wel een donkere kleur staart. En hij staat nu lekker. Ik sta hier ook lekker. Lekker goed voor zijn spiertjes. Lekker warm. Ga ik even zo lekker borsteltje er doorheen halen. Maar ik wil hem eigenlijk liever niet alleen laten staan hier. Hij is heel lief voor, maar dat vind ik gewoon... Ja. Nou. Yay! Ik heb besloten hem... Oh, niet bij duwen. Hem hier even te poetsen. Want het is toch lekker warm. Ik heb hier nog 3 minuten, maar ik doe er zo weer een euro in. Lekker! Ik heb dit spul voor zijn staart. Het is echt topspul. Je hoeft het dan gewoon een week lang niet meer anti-klitter in te doen, omdat het dan gewoon nog steeds doorkambaar is. Hoe fijn. Ik ben aan het poetsen. Ik weet niet of je het kan zien, maar ik zit onder de haren. Onder. Hij verhaart echt als een malle. Ik weet niet of Kojak de enige is, maar... Unique die verhaarde nooit al in januari. Maar hij is echt al... Al zijn haar gaat eraf. Echt alles. Maar dat is goed, want dan komen zijn bruine haartjes terug. Dus ik wil hem ook eigenlijk niet scheren meer. Want ik heb hem al geschoren. En toen werd hij dus veel grijzer. En toen dacht ik, nou... Als ik hem dan nu gewoon niet scheer... Dan wordt hij vanzelf weer bruin. Want in de zomer worden ze altijd wel weer bruiner. Dus ik hoop gewoon dat het ook zo bij hem is. Waarschijnlijk is het echt puur onzin... Maar goed gelovig. Nou, Kojak is lekker helemaal schoon. Wil je deze vasthouden? Ja? Nou, Kojak gaat even de... Oh, toch niet. En zijn stal is ook helemaal... Helemaal vol en poefie. Kan je lekker in liggen. Maar dat mag je niet doen, want dan word je vies. Nee, maar zijn stal is dus ook echt helemaal schoon. En Kojak dus ook. Dus die ga ik lekker op stal zetten. Dan ga ik even een lekker tosti halen in de kantine. En dan ga ik mijn spullen doen, want ik wil eerst even wat eten. Oké, ik ben nu even thuis. Ik ga me nu omkleden. Want ik heb mijn normale kleren nog aan. Dus even mijn witte broek en alles aandoen. En dan ga ik even snel wat eten. Maar over een uur word ik al opgehaald op stal. Dus ik moet wel een beetje opschieten. Ik heb nu lekker even een focaccia broodje. En dan ga ik zo weer terug naar stal. Ik ben nu weer op stal. En ik ben op Luffy aan het wachten. En mijn spullen liggen ook daar. Ik heb alleen nog niet alles ingevet. Because I'm bad. Helemaal buiten adem, want ik heb echt heel veel gedaan in een hele korte tijd. Maar nu wacht ik dus op Lucy en die komt zo en dan gaan we lekker naar wedstrijd. Oké, we staan nu in de wagen. Kijk eens, Jack. Kijk eens. Nu in de wagen en Madison komt zo. Ja. We zijn nu bij Lucy op stal. En hij heeft er zoveel zin in en is al heel blij de hele tijd. Dat is zo leuk om te zien aan hem. Hij wordt helemaal blij als hij op wedstrijd mag. Ja. Ja. Ze is nu aan het inrijden. En daar moet ze zo. En dan ga ik opzadelen. Al mijn spulletjes aan. En Kojak is opgezadeld. En dan gaan we nu even nog bij Lucy kijken. En dan kunnen we Kojak er zo gelijk afpakken. Ze lopen een beetje in. Zo blaas ik mijn nieuwe cap op kan. Thank you.
net mijn eerste rondje gehad en ik ga nu zo mijn tweede rondje doen. En ik ben erg tevreden, alleen jammer van dat eerste balkje. Het was gewoon een schuivertje van Go Jackie, maar dat maakt niets uit. Dus ik ga nu even mijn filmpje kijken en dan mijn tweede rondje rijden. Kijk nu naar Kim Bouwman met Go Jackie. Wagen. Ik hoop dat je het ziet trouwens. Terug. Lucie, hoe ging het bij jou? Goed. Ja, ging goed. Goed. bij mij ging het ook goed. Ik ben wel tevreden. En we zijn nu lekker naar huis aan het gaan. En dan thuis lekker allemaal spulletjes weer doen. Oké, hello guys. Het is zo koud. Mijn handen. Ik heb het echt... Oh. In ieder geval... Ik ben weer terug. Ik heb even al mijn spullen. Ben ik nu aan het opruimen in mijn kast. Oh, ik ga zo eerst even thee drinken. Het is namelijk pas 9:30. En de store gaat toch pas om 10:00 dicht. Dus ik kan nog wel even lekker warm theetje gebruiken. Ik ben happy with how it went today. Het was echt wel weer even inkomen. Want we hebben natuurlijk denk ik al... 2 weken geen wedstrijd gehad. Of je denkt, ik weet niet eens meer wanneer de laatste was. Het was een Kootwijker broek volgens mij. Met kerst. Eind december. Oh, dat is denk ik wel echt lang geleden. 3 weken geleden of zo. 2 weken geleden had ik de dressuurwedstrijd. Dus het was even inkomen en alles. Maar dat hoort er ook bij. Daarna had ik ook een balkje in mijn eerste rondje. En dat is wel gewoon jammer. Maar ja, dat was gewoon een buikschuivertje. Daar zet ik hem gewoon. Dat was gewoon jammer. En de afstanden was een beetje zoeken. Maar ik kwam er wel. Ik ben wel weer beter mijn afstanden zelf gaan rijden. Want dat is wel iets wat ik moeilijk vind. En ik zag wel echt op de films terug. Wow! Dit is licht! Wow, daar word je bang van. Dat ik daar wel weer beter mee bezig was. Maar het is gewoon weer inkomen. Ik ben heel lang niet op wedstrijd geweest. Het is best wel lang. Dus het was weer even echt inkomen. Maar het ging echt wel heel goed. Dus ik ben heel blij. Ik ga nu even Kojak Slobber uit de kantine halen. En even een theetje bestellen. Ik heb hier lekker zijn slobbertje. Het is trouwens echt nu alweer afgekoeld. Ik heb het letterlijk 10 minuten geleden met heet water gemaakt. Het is nu gewoon koud. En het stond binnen. What? Maar ik wil dus een theetje lekker. Maar... De machine was al, de koffie-theemachine was zeg maar al schoongemaakt. Dus dan kan je zeg maar, ja, dat kan dan niet. But I'm gonna drink some tea at home. Ik ben zo raar, jongens. Ik heb dit dus echt al elke keer ook op stal met Maaike en zo. En ik praat dus echt met iedereen ineens Engels, gewoon zo... Ja, maar echt raar. Dus gewoon niet, ja, ik ga hier niet eens over beginnen. Maar ik ga hem nu lekker slobber geven. Jackals! Jackals! Kijk eens. Kijk eens, lekker slobber. Lekker. Nam, nam, nam. Mijn lamp is nog steeds kapot in mijn stal. Zo. Oké, nou even mijn flits aangezet. Wow.
Slobbermond. Lekkerste slobbertje. En lekkerste hooi. Zo kan hij lekker eten. En dan ga ik lekker nu naar huis. Maar ik ben nu lekker thuis. En ik ga nu ook de vlog afsluiten voor jullie. Het is alweer 10:30. En ik ben echt super moe. En ik ga echt lekker naar bed. Even mijn douchen, lucht wassen, alles. En dan ga ik lekker slapen. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop jullie weer te zien bij de volgende vlog. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en te abonneren als je hier meer van wil zien. En wie weet tot de volgende vlog. Doei!